ik heb jaren in het onderwijs gezeten, of jaren, 11 jaar. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. De laatste jaren ging me dat een klein beetje tegenstaan. Niet het werken met de kinderen en het lesgeven, maar alles wat erbij kwam kijken. En toen dacht ik, is dit wat ik altijd wil blijven doen? Maar naast het onderwijs heb ik nog een passie, dat is het ondernemen. Kinderkleding vind ik heel leuk, dus eigenlijk was die stap vrij makkelijk gezet voor mij. En ik kom ook uit een ondernemersfamilie, dus dat is iets wat altijd wel een beetje trekt. Dus vandaar dat ik eigenlijk deze stap heb gemaakt. Ik ben in januari gestart met de webshop om eens te kijken of er animo voor is voor net de tweedehands kinderkleding. En dat bleek wel zo te zijn. Ik wilde zelf eens uitvinden of er een markt voor is, want ik wilde natuurlijk niet gelijk mijn baan opzeggen. Dus daarom ben ik met de webshop begonnen. En dat ging eigenlijk gelijk goed lopen. En ik probeer op de webshop om echt alleen hele nette kleding erop te zetten, dus waar echt niks aan mankeert. En daar maak ik dan duidelijke foto's van. En mensen kunnen dan dus eigenlijk online tweedehands kinderkleding shoppen. En daarnaast kunnen ze ook kleding bij mij inleveren. En dat kan ook via de website eigenlijk. Dus er zijn mensen uit Groningen en Friesland die bijvoorbeeld al kleding hebben ingestuurd. En daarvoor is natuurlijk een website ook heel erg handig. Ik weet dat er natuurlijk al wel een aantal winkels zijn, maar niet in Borne. Dus ik hoop daar eigenlijk toch wel als enige te blijven. Wat bij mij anders is dan bij de meeste tweedehands winkels, is dat je gelijk je geld krijgt na het inbrengen van de kleding. Ik ben best wel secuur in het innemen, dus ik haal echt alleen de mooie, nette dingen eruit. En ik geef daar dan ook gelijk het geld voor. Dus mensen krijgen geen account bij mij, ze hoeven niet te wachten tot het verkocht is. Maar ze krijgen eigenlijk gelijk hun geld. Als je mooie merkkleding hebt, hoeft niet eens merk te zijn, maar het moet leuk en netjes zijn van deze tijd. Dan ben je welkom om het te komen inbrengen en dan kijken we samen wat er nog waard is. We hebben nu een openingsdriedaagse, donderdag, vrijdag, zaterdag. Vrijdag hebben we koopavond en dat doen we eigenlijk om een beetje de bekendheid te krijgen. Mensen kunnen even komen snuffelen, kunnen even kijken wat we neergezet hebben. En na de opening zijn we elke vrijdag geopend. Van 10 tot 5 en s'avonds nog van 7 tot 9. Wij zijn er helemaal klaar voor en je bent welkom om een kijkje te komen nemen.